in de Ipon-podcast. Leuk dat je met mij aan de keukentafel aanschrijft in onze gezellige huiskamer binnen de beurs. Jeroen, ik ken jou wel, maar ik denk dat de mensen die luisteren jou misschien wel of niet kennen. Dat weet ik niet. Jij bent directeur bij Cloudways. Klopt. Dat doe ik nu iets meer dan 1,5 jaar. Maar ik kom wel uit het educatieve domein. Dus ik ben 1 jaar of 6 directeur van Noordhof geweest. Kijk. En ja, toen ik ging bedenken naar Noordhof wat ik wilde gaan doen, toen was 1 ding voor mij zeker. En dat is dat ik in het educatieve domein werkzaam wilde blijven. En liefst iets wat nog wat meer aanzetten tot digitalisering. Ja, en mooi dat je dat zegt ook, hè? Want Noordhof is inderdaad gewoon een van de grote uitgeverijen op de Nederlandse markt. Waarschijnlijk in de tijd dat jij daar was ook die hele omslag gehad van alleen folio naar eigenlijk folio en digitaal. Ja. En nu bij Cloudways, hè, die de wereld zo ongeveer 11 jaar geleden, zou dat niet zo heel snel vergeten. Ik werkte toen bij een andere netwerkleverancier, kwam oppoppen en toen met het team van consultants zeiden we al van daar moeten we voor opletten, want die jongens en meisjes daar bij Cloudways, die zijn wel heel erg innovatief. Ja, nou ja, wij hebben 3 oprichters, aandeelhouders, die inderdaad heel erg slim gekeken, maar ook heel erg slim geknutseld hebben. Met elkaar in staat zijn geweest om een mooi eerste product neer te zetten. Ja. En een goed team om zich heen te bouwen. En het is echt de eerste club die het onderwijs op een fatsoenlijke manier naar de cloud heeft gebracht. Want absoluut. Tot die tijd was alles on-premise. Ja, het was client-server. Ja. Het was heel erg traditioneel. Ja, klopt. Zij hebben toen ook echt destijds een beetje, net zoals wat toen Snapchat heeft gedaan bij de uitgeverij, heeft Cloudways gedaan eigenlijk gewoon in de wereld van een netwerkbeheer. Slimme cloudkoppelingen. Ja, echte ook disruptie. Ja. En dat is gewoon altijd heel erg leuk, want dan ga je een markt helemaal opnieuw uitvinden. Ja, en alle kaarten die zeg maar al heel lang op dezelfde plek lagen, die komen allemaal op een andere plek te liggen. En dat is gewoon mooi. En dat vind ik ook echt wel heel erg mooi. Nou, gisteren, we zijn vandaag woensdag. Gisteren werd er ook aangekondigd dat Cloudways een onderdeel wordt van de Odin Groep. Ja. Dus een volgende stap inderdaad in het verhaal van Cloudways. Denk ook een heel mooi bericht ook richting jullie klanten en mogelijke toekomstige klanten. Dat krachtenbundeling en expertiseversterking echt hier van toepassing is. Klopt. Ja, nou ja, en uiteindelijk zijn er 2 maatstaven waarin je kijkt van hè, is dit nou een goed idee? Daar kom je natuurlijk eigenlijk pas achter als je het gaat aankondigen. Doen, ja, en aankondigen. We krijgen echt heel veel positieve reacties van klanten. Die zeggen van ja, wij zien dat Cloudways echt een hele sterke Google-club is. Met best wel wat verstand van Microsoft, maar toch dominant een Google-club. Ja, de aard Google, hè? Dat ja, zou precies, dat blijven is, dat ook. Is, zeg maar, ja, en dat ademen wij. Omgekeerd komt de Heutic ICT natuurlijk veel meer, of de Odin-groep, veel meer vanuit de Microsoft-kant. Ja, klopt. Nou, ja, scholen hebben vaak wel wat gemixte landschappen. Nog steeds, ja. Ja. En dan is het wel heel erg fijn als je dan 2 partijen hebt die daar gewoon samen tegenaan kunnen bewegen. Ja. Dus we krijgen echt heel veel positieve reacties. Andere wat altijd spannend is medewerkers. We hebben best een aantal medewerkers die 1 jaar of 7, 8, 9 geleden een overstap hebben gemaakt van toen Heutic ICT naar Cloudways. Dan is het natuurlijk best wel gek als je weer terugkomt. Dus ik heb zeker bij die mensen hebben goed uitgevraagd van hoe kijk je daar nou naar? Ja, heel erg positief. Ze hebben gezien van wij zijn 2 conculega's die elkaar echt respecteren, maar die ook echt iets aan elkaar kunnen hebben. We komen elkaar ook heel vaak nu tegen bij migraties. De scholen die van de ene aanbieder naar de andere gaan. Dat betekent wel dat onze technische teams elkaar goed moeten helpen om het zo te laten verlopen dat de klant geen disruptie heeft van zijn bestaande service. Dus wij komen elkaar sowieso al heel erg veel en heel erg vaak tegen. Ja. We hebben het denk ik samen als aparte partijen goed gedaan in het primair onderwijs. Daar hebben we gewoon een mooie positie opgebouwd. Hoge klanttevredenheid alle 2. Dus we hebben een soort vanzelfde DNA. We vinden onderwijs en klanten en klanttevredenheid belangrijk. Ja. En we zien een gezamenlijke kans in het voortgezet onderwijs. We zien dat een ander landschap is, een veel versnipperder landschap, maar een landschap wat waarschijnlijk in hoog tempo
zal bewegen naar een landschap wat in een aantal opzichten wat meer op het primair onderwijs toch lijkt, omdat het normenkader er aankomt. Ja. Dus de totale vrijheid, blijheid die er nu heerst en waarin heel veel onbeheerde apparaten en omgevingen zijn, zal langzaam maar zeker moeten gaan opschalen naar iets wat veel georganiseerder is. Nou, daar hebben wij heel erg veel verstand van. Zeker vanuit onze twee verschillende invalshoeken. En daar willen we oplossingen en platformen neer gaan zetten. Ja, precies, want het is ook eigenlijk een beetje gek, hè? Ook in de aanbestedingswereld hebben jullie elkaar natuurlijk ook wel echt uitgeconcureerd. Zeker, hè? Jarenlang. Zeker. Hè? Dat is, er is ook gewoon een beperkt aantal partijen die kunnen meedoen aan aanbestedingen ook op deze schaal. En nu is het inderdaad gewoon het samenkomen om elkaar te helpen. Dus het zou ook bij jullie klanten voorkomen dat klanten bij een aanbesteding eigenlijk gewoon bij de ene partij waren. Ja. En nu bij de andere partij. En nu zijn jullie onder één paraplu. Nu zijn we onder één noemer. En wat ik al zei, dat horen we inderdaad de laatste twee dagen van veel klanten die dan toch zeggen van, nou, dat vinden we dan eigenlijk wel fijn. Want we krijgen nu het beste van twee werelden. Ja, absoluut, absoluut. Er is een klant die heel tevreden is met onze dienstverlening, maar er is een stukje waar ze van vonden dat wij daar dan net wat minder goed in waren. En die zeggen, oh, dat kunnen we nu aan de andere kant pakken. Nou, fantastisch. Dat is heel mooi. Ja, en ik denk ook echt gewoon een veel grotere team nu, hè? Van de Cloudwisers en nu de Odin-mensen. Zeker. Met elkaar, met hun expertise. En Odin ook is gewoon een grote groep, weet je. Daar zitten al zo'n 550 man of zo, rond de 600 werken daar in IT. Je moet natuurlijk je klanten winnen, maar de war on talent is ook een van de grote thema's. Ik bedoel, waar vind je nou voldoende talenten, goede ICT'ers, goede supportmensen? Ja, daar heb je een beetje omvang voor nodig. Want op die manier kun je carrièrepaden bieden aan mensen. Kun je expertise uitwisselen en kun je steeds beter worden met elkaar. Daar word je op enig moment, zit je tussen tafellaken en servet. Ja. En je moet een keer gaan doorstoten. Nou, dit is voor ons het moment om door te stoten naar schaal. Ja, maar wat je zegt is echt ook terecht. Hè? We zijn in een wereld die heel snel heeft gedigitaliseerd. Ja. We zijn ook in een wereld waar inderdaad op de arbeidsmarkt een enorme tekort is aan IT-talenten. Ja. Sowieso aan mensen überhaupt. Hè? Na corona vragen we ons denk ik met z'n allen ook van, waar zijn al die mensen gebleven? Ja. Dat blijft bij mij ook gewoon binnen edutrainers een van de cruciale vragen. Ook profielen die je zoekt, het is niet meer gewoon werven zoals we voor corona eigenlijk talent werven. En ik las vandaag dat ook niet meer terug gaat komen. Ik geloof dat de CBS daar vandaag iets over gezegd heeft. Ja, dat is echt. Ik denk dat dat ook niet zo is. En inderdaad, als je op een bepaald moment een schaalgrootte hebt waar je ook een bepaalde expertise bent. En zoals je het echt ook aangaf, Cloudwise is altijd heel erg disruptive geweest op de markt. Maar ook heel erg goed heeft geluisterd naar gewoon de wens van hun scholen en de voorlopers van hun scholen. Hoe ga je zorgen dat je talenten met elkaar bundelt om het groter plaatje te kunnen bereiken? Maar dat is ook wat je voor een klant te doen hebt. Ja. Als je dat niet voor een klant doet, dan kan de klant het net zo goed zelf doen. Ja, wij moeten zorgen dat we voorop blijven lopen. Dat we leidend zijn in innovatie. Dat we de markt laten zien van, hey, je hebt het je misschien niet gerealiseerd, maar je hebt het altijd op manier A en B gedaan. Maar kijk nou eens, als je het als C&D doet, daar wordt het efficiënter van, daar wordt het beter van. We praten over onze eigen arbeidsmarkt en dat het moeilijk is om talent te vinden. Maar kijk eens naar het onderwijs. De tekorten daar zijn enorm. Dus laten we nou alsjeblieft zorgen dat ze zich niet te druk hoeven te maken, niet te veel bezig moeten houden met dingen die toch alleen maar ondersteunend zijn aan het onderwijs. Daar weten wij echt veel van. Laat dat nou aan ons over, zodat de docenten en de schoolleiders zich kunnen bezighouden met de dingen die echt belangrijk gaan en die over didactiek en ontwikkeling en samenwerking en dat soort dingen gaan. Ja, absoluut. En je noemde het al, hè? Er komt best wel een grote uitdaging nu op het pad van scholen als je kijkt gewoon rondom veilig digitaal werken en leren. Het normenkader, daar hebben we het over. Ja. We hebben ook nog de Rise of AI, wat ook echt gewoon de wereld flink aan het schudden is op alle opzichten. Over disruptive gesproken. Ja, over disruptive gesproken. En echt gewoon volledig gewoon in enige dropt in het midden. Ja. En dan een soort gewoon boom ontploffing. Ja. Maar we hebben ook mee te maken met de populatie van jongeren waar hun belevingswereld gewoon volledig aan het veranderen is door die digitale wereld, door de digitale media. Met de populatie van volwassenen die eigenlijk in onze bedrijven beide wel heel erg digitaal vaardig zijn. Maar
breed in de maatschappij hebben we toch nog wel echt een enorme issue rondom digitale vaardigheden. Ja, we staan toch wel op een kantelmoment. Vind je niet, Jeroen, als Zeker. Je kijkt gewoon naar het landschap? Het is wel grappig, want dat is een van de dingen waar we bij Cloudwise een jaar of twee geleden mee aan de slag zijn gegaan. Je ziet dat digitaal toetsen steeds groter wordt in het onderwijs. Het heeft ook iets met efficiency te maken. Zeker. Maar wat je dan wel wil, is dat dat op een eerlijke manier, dus een soort van level playing field tussen leerlingen gebeurt. Dat betekent dat je hartstikke veilig moet zijn. Ja. En het probleem is dat er gewoon heel erg veel leerlingen zijn die veel slimmer, handiger, vaardiger zijn in ICT. Maar dus ook het kraken van dingen. Dus als jij op een toetsplatform eruit kan breken en inderdaad een chatbotje aan kan zetten. Ja, dat is een. Dan ben jij ineens veel slimmer geworden dan de jongen of meisje die naast jou zit. En daar proberen we zeg maar de scholen gewoon goed mee te helpen. Om ervoor te zorgen dat ze zich daar allemaal geen zorgen over hoeven te maken. Dus dan hoef je niet zelf als docent dat allemaal te kunnen. Wij moeten ervoor zorgen dat het allemaal voor je geregeld is. Ja, precies. En ik vind het echt mooi dat je dit voorbeeld noemt. Want dat is ook een van de voorbeelden die ik heel vaak in mijn omgeving noem. En dan komen ze altijd van, ja, maar Laura, jij bent van de digitale vaardigheden. Hmm. En dan krijg ik dit verhaal wel. Ja. Maar het is wel echt gewoon dagelijkse koek dat de leerlingen gewoon veel slimmer en uitgekookter zijn dan uiteindelijk die gewoon... Die vinden dat A heel leuk en B hebben ze daar alle tijd voor als ze hun huiswerk niet aan maken zijn. Dus dat is het ook. En we zien ook echt wel dat die nieuwe generatie is heel erg ondernemend. Ja, hè? Dus zij zoeken allerlei manieren om dat te doen. En weet je wat het grootste probleem is? Dan is er een slimmer die het gekraakt heeft. Die maakt een TikTok-filmpje. En voor je het weet, weten duizenden, tienduizenden leerlingen hoe het werkt. Het is niet alleen maar... Je hebt geen oliedruppel, je hebt meteen een enorme olievlek. Maar dat is het ook. En dat vind ik ook zo mooi hè, van onze jeugd. Die zijn niet bang. Ja. Die kennen niet die angst dat wat oudere mensen wel hebben. Dat je niet durft te klikken. Terughoudend. Maar ja, we gingen toch al vroeger brieven schrijven. Ja. Nu mailen we. Dus waarom nu gewoon in de chat? Ja. Dus ze hebben die hele omslag niet. Omdat ook hun aandachtspan en hun snelheid gewoon heel anders is dan de vorige generaties. Klopt. Ik hoorde net in een van de presentaties dat een gemiddelde voortgezet onderwijsleerling 200 TikTok-filmpjes per dag ziet. Dat zijn toch aantallen? Wat een tijdverspilling! Dat is dan mijn mening als moeder. Maar dan zie je wel hoe snel het gaat. Het is echt boem, 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 boem. En wat ik het mooiste vind, ik heb een dochter van 9 en die kijkt dan YouTube Shorts. En als ik dan aan haar vraag van, maar wat ben je eigenlijk aan het kijken? Ja, gewoon. Gewoon. Ja, en ik echt denk van, als dat nou microlearning zou zijn, ben jij gewoon de slimste van de wereld. Ja, 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 ja. Maar die consumptie inderdaad van die digitale middelen bij die jeugd is enorm. Het heeft ook echt, we zien het ook hè. Wij zien het gewoon in de gesprekken die we hebben met school ook. Het heeft zo'n impact op de manier hoe kinderen leren. Hoe hun aandacht gewoon is verspreid. Dus bak dat maar eens goed in je curriculum. Ja, dat is echt een enorme uitdaging. En hoe meer je zaken kan inrichten die het onderwijs ontzorgt, zodat ze weer kunnen focussen op het onderwijsontwerp. Ja. Want dat is echt gewoon, denk ik, nu een groot noodzaak. Dat we terug gaan kijken naar het onderwijsontwerp in ons systeem, die best wel een beetje vast zit ook. Dus er zijn gewoon flinke uitdagingen die komen te staan. Maar ik vind het echt heel mooi dat partijen zoals Cloudwise lekker disruptief zijn. Ik ben dat ook. Dus dat blijven we ook lekker doen. Mensen weten dat ook van mij gewoon. Ja. Dat is ook heel erg mooi. En ik wens jullie echt gewoon de komende dagen heel veel succes op Dank de beurs. Jij gaat ook. Vast lukken. En heel erg bedankt voor jouw deelname als gast in de podcast. Graag gedaan en veel plezier. Dankjewel.